De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, wil naar een systeem waarbij er geen houtconcessies meer worden uitgegeven. De bedoeling is volgens directeur Stanley Bedersen om het hout zelf ten verkoop aan te bieden. Hiermee wil de organisatie betere controle en toezicht hebben. Wat er nu gebeurt is dat een concessionaris een concessie krijgt. En er zijn regels op basis waarvan hij binnen zijn concessie gaat werken. Ik heb zoveel hout, SBB gaat dan controleren. Er is een controle vooraf, maar er is ook een controle achteraf. Maar bij hout, als er iets misgaat vooraf, kan je achteraf, nadat je het hebt geconstateerd, kan je niet meer corrigeren. Heel vaak. Dus we denken ook aan andere manieren van waarbij we eigenlijk meer erop gericht zullen zijn om specifiek hout te verkopen. Niet dat wij het gaan kappen, maar dat bijvoorbeeld als iemand bijvoorbeeld basalocus nodig heeft of douane of wat voor hout soort kopie, neri, dat wij zeggen van oké, we hebben zo'n concessie voor jou, je mag 1000 kub daar halen. En als die persoon die 1000 kub heeft gehaald, we kijken secuur of dat gedaan is. En dat die persoon dan het hout mag verkopen, die kan betalen van die kubus natuurlijk, of exporteren. SBB-directeur Stanley Bedersen. Hij houdt er rekening mee dat de overgangsperiode naar dit nieuw systeem lang zal duren. Maar er wordt alvast gedacht aan een proefsysteem met nog niet uitgegeven concessies.